Kijk, we hebben in Nederland heel veel ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie. Maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel ruimte nodig voor landbouw. We hebben ook heel veel ruimte nodig voor natuur. Die ruimte is er niet allemaal. Dus je moet combinaties vinden. Meervoudig grondgebruik. En je moet op zoek naar manieren waarop je het beste van twee werelden samen kunt brengen. Nou, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan door TNO, door de WUR. En vandaag zijn we bij drie van dat type projecten wezen kijken. Ook naar hoe onderzoek gedaan wordt naar het behoud van de bodemkwaliteit. Het onderzoek naar zonneparken komt eigenlijk nu langzamerhand een beetje op gang. Het bestaat natuurlijk niet zo heel erg lang nog. Het doel daarvan is om een label te ontwikkelen wat een richtlijn biedt om een park zo te bouwen en ook zo te beheren dat daar meer waarde voor biodiversiteit gegarandeerd wordt. Energie is een veld dat heel erg in beweging is. We zijn allemaal bezig met de energietransitie. Er moet heel veel gebeuren. En dat gaat van het isoleren van woningen, maar ook tot het plaatsen van windmolenparken en zonneparken. Op al die vlakken is het heel erg van belang dat ecologie en biodiversiteit meegenomen wordt, of in ieder geval over nagedacht wordt. Want anders is er straks geen natuur of geen biodiversiteit meer. We hebben hier een systeem gebouwd waarbij zonnepanelen draaien. Dat noem je ook wel trackers, dus zonnepanelen op draaiende systemen. En dat gaan we combineren met landbouw. Dus tussen de panelen en om de panelen heen zal landbouw plaatsvinden. En onder de panelen zullen kruidenstroken geplaatst worden die insecten aantrekken. Waardoor je dus eigenlijk een hele mooie combi krijgt tussen landbouw en zonnepanelen op hetzelfde veld.